Hallo mensen, wij zijn hier dichtbij de waternoodramp van 1916. We gaan hier mensen interviewen wat hun allemaal zouden meenemen en wat ze zouden doen als er een waternoodramp was. We gaan nu de waternoodstraat in. Had u ook al voorbereiding voordat de watersnoodramp aankwam? Of had u er nog geen weet van? Nou, het is zo dat we zeker 2 keer per jaar hadden we wel wateroverlast. Dan sloeg het water over de dijk. Wat zou u als eerste meenemen als er een watersnoodramp was? Dit dingetje, wat hier in de wagen zit. Goedemiddag, zou ik u wat mogen vragen? Natuurlijk. Oké. Als er een waternoodramp zou zijn, wat zou u dan als eerste meenemen? Ik zou als eerste water en eten meenemen. Wie zou u als eerste meenemen en waarom? Wie? De poes. Die is al 21 en die kan niet zwemmen. Zou u ook nog waardevolle spullen meenemen? Als je ze hebt, moet je ze meenemen, vind je niet? Je geld en je sieraden, als je die hebt. Ja, dat lijkt me dan het beste om dat mee te nemen. Bedankt voor het kijken van onze reportage. En we hebben mensen geïnterviewd voor wat hun zouden doen met een waternoodramp.